een biertje wie er wil. Hij loopt. Rick Ebbingen naast me, Merry Darby, Rick, Iris Baldwin. Vond hem erg goed in de selectie, hoe vond je hem zelf? Oké, niet meer. Je ging een kilometer van tevoren naar het spoor naar de buitenkant. Ik klopte je laatste kilometer 15-3. Het laatste stukje hoop je misschien dat hij het iets beter afmaakt, maar dat kan ook door die kilometer naar voren komen. Nou ja, kijk, de laatste 500 meter ging vlot op en ik had hem met de ijzers en dat is wel een beetje een nadeel. Toen bewust voor gekozen en ik wou eigenlijk niet naar de kop rijden. Maar ik moet eerlijk zeggen, het paard van Hugo maakte wel een goede indruk op me. Die vond sterk terug, hè? Ja, en ik kwam ook spelende wijze met oren naar voren over de finish. Die imponeerde mij wel. Je zegt toen dat hij de ijzer zonde zijn die er vandaag af? Jazeker, ja. Super. Als je de serie zo ziet, het beestje heeft enorm veel speed. Die van Hugo is meer een machtpaard. Daar heb je dan ook al nagedacht over een tactiek? Nee, maar ik denk dat het voor mij ook wel aardig macht heeft. Ik denk dat het wel bij mij valt. Ja, tactiek, we zien het wel. Ik bedoel, we hebben nummer 18, het mooiste nummer. Eerst zorgen dat we netjes wegkomen en dan maakt het allemaal niet zo uit. Je bent mede favoriet terecht? Ja, zeker. En ik denk eigenlijk dat de paard van Niels Jonge ons ook niet onderschat is. Die is beter dan de verrichtingen doen vermoeden. Dus een klein tipje erbij? Denk ik, maar. Super. Dankjewel, Rick. Goed. Hoi. Klaar. Ja.